Hoi, welkom bij Fem. Ik ga je vandaag laten zien hoe je deze super simpele kaarshouders kunt maken. Deze met een heel lief hartje erin en deze met kaneelstokjes. Deze heb ik heel veel zien staan in de winkels de afgelopen tijd, dus die moest ik gewoon namaken. Want ja, in de winkel kost zo'n ding toch al makkelijk, ja, 10 tot 15 euro. Nou, dat heb ik er persoonlijk niet voor over, dus heb ik hem lekker gedo-it-yourself. En natuurlijk deze, ja, met krant zie je tegenwoordig ook heel veel dingen die gemaakt worden. En deze vond ik persoonlijk wel heel schattig eruit zien. En natuurlijk in het donker, als het lampje aan is, ziet het allemaal nog veel mooier uit. Maar dat ga je natuurlijk ook voorbij zien komen. Dus mocht je benieuwd zijn naar hoe ik deze gemaakt heb, blijf vooral kijken. Nou, natuurlijk kies je als eerste een glas naar keuze. Ik ging voor deze, die had ik toevallig nog in de kast staan. En daarna is het tijd voor de kaneelstokjes. Deze komen van de Action en per zakje betaalde ik hier 69 cent voor. Dus het valt reuze mee. Ik heb ze voor het gemak even in een bakje gelegd. En nu ga ik kijken, ja, welke stokjes het beste waar kunnen. Kijk even naar de lengte en naar de, ja, de afwisseling. Natuurlijk wel de bedoeling dat het een beetje, ja, mooi op elkaar aansluit. En dan pak je je lijmpistool. Deze komt wel ook van de Action. Het is trouwens verboden om je lijmpistool neer te leggen. Maar ja, dat vergeet ik nog wel eens, zoals je wel kan zien. Nou, het is eigenlijk vrij gemakkelijk. Je doet gewoon een flinke druppel lijm op het kaneelstokje. En deze plak je, ja, zo snel mogelijk op het glas. De lijm droogt namelijk vrij snel. Dus wees daar lekker vlot mee. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat gewoon door. Kies een beetje stokjes die goed op elkaar aansluiten. Dus steeds een dikke, dan weer een dunne bijvoorbeeld. En dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van het rondje afmaken. Ik baalde wel dat ik geen langere kaneelstokjes kon vinden. Dan had ik het namelijk, ja, wat beter kunnen bedekken. Maar goed, zo kan het ook. Als je klaar bent, heb je een super schattig kaarsje voorzien van kaneelstokjes. Maar er is natuurlijk nog een tweede optie. Dat is om hem wat schattiger te maken. En die optie ga je nu zien. Ik pak namelijk een lintje. En deze ga ik om de kaneelstokjes heen binden. En hier maak ik een strikje mee. Het geeft echt een heel schattig effect en wat, ja, een beetje meer af ook wel. Het andere is wat moderner, dit is weer wat, ja, wat schattiger. Maar dat is natuurlijk volledig naar eigen smaak. En dan heb je hem zo. En zoals je wel kan zien schijnt het licht ook super schattig door alle gaatjes heen. Echt een heel leuk effect. Tijd voor kaarshouder 2. Het is weer een heel ander effect, maar zeker niet minder leuk. Ik heb bij Google afbeeldingen het woord sprookje of fairytale of iets in die richting ingetypt. En daar kwam ja, deze foto uit. Komt uit een oud sprookjesboek. The Spider and the Fly heet het. Het tweede wat je nodig hebt is een glas en natuurlijk plakband. Nou, ik heb er even een snijmachientje bij gepakt. En hiermee ga ik alle witte kanten verwijderen. Over de maat gaan we het zo meteen hebben, maar het is eerst belangrijk dat al die lelijke witte kanten gewoon weg zijn. Tijd om de maat te gaan bepalen. Voor mij is het eigenlijk heel makkelijk. Ik heb namelijk een sprookjesboek en dan kun je heel makkelijk, ja, de zin onthouden waar je wil gaan snijden. Dus ik maak een streepje boven het woord dat ik heb onthouden. Verwijder liever te weinig dan te veel. Heb je namelijk te veel weggesneden kun je het niet meer aanpassen. Maar heb je hem te weinig weggesneden kun je het nog een beetje, ja, bijsnijden. Dat is wel een handige tip. Pas even op elkaar, zo kun je kijken of het precies recht is. Je kan hem ook even oprollen op de fles om te kijken of je tevreden bent. Nou, ik vind het prima. Een trucje voor een perfect hartje is om het blaadje even dubbel te vouwen. Vouw hem alleen niet te hard dicht, want dan krijg je namelijk een hele zichtbare vouw als je hem weer uit elkaar vouwt. En dat wil ik eigenlijk voorkomen. Vervolgens ga ik hier met mijn schaar een half hartje uitknippen. Dit trucje zullen jullie vast wel kennen. Zo zorg je ervoor dat je echt een heel mooi strak hartje krijgt. Die aan beide kanten ook vanzelfsprekend gelijk zal zijn. Nou, het overige gedeelte heb je niet meer nodig. Dat kun je weggooien. En dan heb je een heel leuk hartje. Bij mij is het ook extra leuk omdat hij nu ook echt onder het, ja, het vleugeltje komt eigenlijk. Van het verhaaltje. Pas hem even om de fles heen of je tevreden bent of niet. Nou, ik vind hem hartstikke prima zo, dus ik ga lekker rollen. Pas even of je hem nu echt recht aan kunt brengen. Blijf hem even vasthouden. En plak hier voor het gemak even een plakbandje op. Dit zie je toch niet aan het einde en het werkt gewoon een stuk makkelijker. Zo, deze zit vast. Nu pak ik even alles lijm. En hiermee ga ik een heel dun laagje lijm aanbrengen op de rand.
zodat ik straks het andere stukje papier erop kan plakken. Ik veeg het steeds een beetje af aan een stukje papier. Anders gaat het sowieso doorlopen en dan krijg je vlekletters en zwarte... Ja, nou, dat wil je gewoon allemaal niet. Laat ik het daar houden. Plak hem lekker dicht. En leg hem eventjes precies op de lijnplek. En laat hem daar ook even liggen. Ik draai hem een paar keer voor het gemak. Dan zet ik er een paar spulletjes tegenaan en dan laat ik het lekker even een 10 minuutjes drogen. En dan ben je klaar. Dit is hoe de kaarshouders er uiteindelijk uit zijn komen te zien. En als het goed is, heb je dan uiteindelijk twee superleuke kaarshouders die werkelijk overal leuk staan. Dus hopelijk is het gelukt. En mocht je ze nagemaakt hebben, laat het vooral weten. Superleuk om te horen natuurlijk. Yes, dus vergeet vooral niet te abonneren op Fem mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie volgende keer weer.